Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze tweede aflevering van Minecraft Skyblock OneBlock. Dit is basically een Skyblock wereld waar we beginnen met één blokje. En dan dat blokje kunnen we de hele tijd door mijnen en dan komen we automatisch weer een nieuw blokje. Ik zie ook dat we deze boommissie gegooid, dus ik wil even wat hakken. Hier wil ik mijn koeienvorm maken, ik kan die koe er al even inlokken. Als ik dit blokje weghakken, wordt het wel eens goed weer een ander level van op deze Skyblock One blok. We moeten even een upgrade, dus moet je even wachten. En nu kunnen we hakken, dus als we dit weghalen, komt er steeds weer een nieuwe blok. Nu op dit moment zal ik het opnemen middag. En ik ga ook even vertellen hoe mijn dag was, want ik ben er vandaag gewoon, ik ben op staan rond om ongeveer rond 6:30, want om 7 uur moet ik al vertrekken met de trein. En dan zat ik op de trein en dan kreeg ik opeens een mail dat de les van vandaag niet doorgaat en dat verplaatst is naar het donderdag. Dus ben ik vandaag vroeg opgestaan voor niks eigenlijk. Maar ja, zo erg is dat probleem nu ook weer niet. Ik ben gewoon toch naar de campus gegaan. Nu ik toch op de trein zat toen. En heb ik daar wat mijn lessen nog wat voorbereid. Oh, een wolf! Die hebben we nog niet gehad, de wolf. Niet handig dat de dieren steeds voor me staan als ik het hier wil mijnen. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is, wat ook nog vandaag gebeurde, is dat ik ging wandelen boven een brugje en opeens het brugje was wel een beetje nat. Wat? Oh. Wat is hij? Ik weet niet. Het dier moet even weg. Ik had hier net gemaakt dat er geen dieren hierbij kunnen komen. En dan spant er hier opeens een dier. En ik was ook nog net bezig met mijn verhaal. Dus ik was dus aan het wandelen. Ik was zo boven een brug en de brug was een beetje nat, dus ik kleedde uit, maar ik had mijn telefoon nog in mijn handen, dus als ik nog iets verder uit gleed, dan zou mijn telefoon gewoon van een brug gevallen zijn in het water, dus ja, dan had ik ook mijn telefoon kwijt. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Gelukkig, gleed ik niet ver uit en even mop killen. Ik denk dat ik toch die grote bomen ga verbranden. Dus ik ga het hier zo uitbreiden. Voor deze uitbreiding er is een bomenfarm gaan maken. Nu hebben we ook een konijn. Konijnen zijn ook best schattig in het spel. Oh nee, mijn hond! Ik heb een idee, laat ik dit hier weer even opvullen. En dan kan ik dit hier zo gebruiken als een bomenfarm. Dus hier komen dan de bomen. Ik ga veel hout nodig hebben, want in de volgende aflevering wil ik graag een mobspawner maken. En voor die mobspawner wil ik graag van hout hebben. Dus vandaar is een bomenfarm wel handig. Hier kan ik al saplings plaatsen. Oh nee, jij is weer per ongeluk aangevallen. Ik kwam net op tijd weg. Kan ik hem vanaf hier raken? Nope. Ik kan hem wel raken. Vanaf hier, maar hij mij niet. Ik heb ijsbeer. Oh, ik heb nog een idee. Dus als we dit hier even weer uitbreiden. Hond moet wel weg. En daar heb ik een idee voor. Ik kan gewoon nog temmen. En dan teleport een keer gewoon de overige dierenvorm van maken. Dus dan kan het konijn er ook bij. Oh nee. Ik ben heel dom. Ik ben heel erg dom.
laat dat konijn gewoon, dat kan dat konijn met die wolf komen. Ik had er opeens niet aan gedacht dat die wolf hem zou aanvallen. Had ik eigenlijk moeten weten, want een aantal minuutjes geleden is dat ook nog gebeurd. Een kist. Wat zit erin? Ik hoop op boonmeel of zo. Ah, geen boonmeel. Wel wat saplings. Betekent dat we ook nu die andere bomen kunnen planten. Die boom waarbij je 4x4 saplings nodig hebt. En weer een konijn. Oh, rip konijn. Kist. Ah ja, boonmeel. Nee. Verdomme, vervelende wolven. No way. Gaat dan toch? Oké, ik ben net op tijd kunnen wegrennen. Die wolven zijn wel even een beetje agressief. Maar ik zou hier wel de aflevering willen afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Laat het dan weten in de reacties. En vergeet niet op het belletje te klikken als je altijd op de hoogte wilt zijn wanneer ik een video upload. En ja, ik join ook mijn Discord server. Linkje staat in de beschrijving. Dus tot de volgende keer maar weer. Doei doei.